een bijzondere uitnodiging. We zijn welkom op Paleis Huis ten Bosch om het resultaat te zien van een ingrijpende renovatie. Dit paleis, waar het koningspaar woont, met hun drie dochters, is niet toegankelijk voor het publiek en dus grepen wij de uitnodiging met beide handen aan. Aan de imposante oranje zaal is niks veranderd, maar wel aan de koepel die je van buitenaf ziet. De koepel was flink aangetast door houtrot. Het houtwerk werd grondig hersteld en er is nu een klimaatplan opgesteld om nieuwe vochtproblemen te voorkomen. Ook de paleistuin heeft een opfrisbeurt gekregen van niemand minder dan Piet Oudehoff. De gasten worden in de vestibule ontvangen onder het lichtkunstwerk van Studio Drift. Hiervoor zijn echte paardenbloemzaadjes geplukt en stuk voor stuk op de ledlampjes geplakt. We gaan rechtsaf naar de blauwe salon. Hier hangen portretten van het koningspaar, maar niet zo traditioneel als we gewend zijn. Het kunstenaarsduo Schiltens en Abbenes maakt een collage van objecten uit het leven van de koning en de koningin. We zien aan de kant van Willem-Alexander onder andere een koningsmantel, een schaats en zijn honden Nala en Skipper. En de inhuldigingsjapon van koningin Maxima is er ook te zien. En dit is dus de werkkamer van koningin Maxima. Opvallend is het behang met een thema jungle. Maar ook de kleur blauw valt op. En verder is het niet heel ingewikkeld om ook privé spulletjes van de koningin te ontdekken. Zoals foto's van haar kinderen en haar beste vriendinnen. In de voormalige groene salon is het zijde vervangen aan de wand door 60.000 met de hand gemaakte steentjes. Deze vormen samen een patroon dat gebaseerd is op het DNA dat het koningspaar voor dit project heeft afgestaan. Een aardige lakei opent de deur voor ons naar de werkkamer van koning Willem-Alexander. En ook hier weer foto's van zijn gezin, zijn ouders, maar ook een hele grote moderne klok. De Japanse zaal. We kennen het interieur een klein beetje van een jurk die koningin Maxima droeg in 2015 met Prinsjesdag. En dan is er ook nog de Chinese zaal, ingericht door prins Willem V in Chinese stijl. Deze stijl was in het midden van de 18e eeuw in de mode. Nu is het stucplafond van deze zaal maandenlang ontdaan van scheuren en oude verflagen. Met een chirurgenmesje en vergrootglas werkt de restaurateurs slechts een aantal vierkante decimeters per dag af. Maar het resultaat mag er zijn. Ook het plafond van de witte eetzaal is grondig gerenoveerd. Ook hier zijn zwammen verwijderd uit het hout. Boven is er niet heel veel veranderd. Het geld was op en dit kan nog wel 10 jaar mee. We hebben genoten en danken het koningspaar voor deze bijzondere uitnodiging.